Goedemorgen iedereen. Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Wah. Waarom eigenlijk? Goed, dus een nieuwe dag, een nieuwe video. Het is lang geleden dat ik nog een keer een video opgeload heb van Blu-ray Daddy 82. Maar ja, kijk, we hebben wat dvd's gekregen van mijn schoonzus. Die ze niet meer moest hebben. Ze heeft heel haar living veranderd. En ze heeft nu enkel nog een tv en een digicorder en dvd's. En Blu-rays en al kijk ze toch nooit. En ze hadden een PlayStation 3 volgens mij, of een PlayStation 4, ik weet het niet meer. En die hebben ze op de zolder gedaan, dus ze kunnen geen discs meer afspelen. Dus zeiden ze, je mocht al onze dvd's hebben. Het waren er niet veel, het waren er in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 in totaal. Ben er super blij mee. En ik heb ook nog een pakketje van Amazon dat ik moet opendoen. Dus dat gaan we dan ook doen. Goed, we gaan beginnen bij het begin. Gelijk altijd natuurlijk. En we gaan beginnen met met de dvd's open te doen. Met de dvd's te tonen dat ik dus gekregen heb. Goed, we gaan beginnen. De eerste dvd dat ik gekregen heb was The Age of Adeline. Heb ik zelf nog niet gezien. Wel een heel schone vrouw hier, hoe noemt ze weer? Blake Lively of Lively of Lively, weet ik veel. Heel schoon madamke, maar de film zelf heb ik nog niet gezien, dus ik ben er wel een keer benieuwd naar. De tweede film dat ik gekregen heb is met Paul Walker en Jessica Alba. Dus welke film is het? Ja, het is juist. Het is Into the Blue. Die heb ik wel al een keer gezien, is lang geleden. Dus gaan we nog een keer een rewatch geven, inderdaad. Dan de volgende is gewoon niet normaal. Heb ik vroeger gezien in de cinema. Ik denk dat ik... maar ik was er nog super jong. Van wel jaar is die een film? Die een film is van het jaar... dat ik het gewoon niet weet. Maar maakt niet uit. Ik ging nog naar school en... ik was zeker... Dat was nog in Gent dat ik woonde. En... het was 2 uren voordat de film begon, stond ik daar al tezamen met een klasgenoot van mij. En ik keek er zo naar uit om die film te zien, omdat ik de serie volgde op tv. Dat was op kanaal 2 dan. Ik kwam thuis en dat was het eerste dat ik deed. Dat was gewoon alles afdoen. En ik zat gewoon te kijken naar dat testbeeld van kanaal 2, die zo heel de tijd zo... Kanaal 2 en dan het eerste programma dat speelde was... The Mighty Morphin Power Rangers. Oh yeah. En dat was dus echt de max om naar de cinema te gaan als, als jong gast. Voor daarna te gaan kijken. Dat was gewoon echt niet normaal. En nog altijd, ik heb die film al zoveel keren gezien. Die tekst van die film. Ik kan niet zeggen dat ik hem heel uit mijn hoofd ken. Maar het is gewoon, ik ken er gewoon mega veel van. Ik en mijn broer spelen dat dan na zo. Dus Mighty Morphin Power Rangers. Ik had hem nog niet, maar ben wel blij dat ik hem heb in de collectie. Dan de volgende film is een hele goede film met Denzel Washington en Gene Hackman. Dat is Crimson Tide. Dat is een beetje, ik denk dat hij uit dezelfde periode is van The Rock. Het is ook van Jerry Bruckheimer. Hele goede oorlogfilm met duikboten. Supergoed. Dan de volgende film. Is een animatiefilm van Marvel. Dat is Ultimate Avengers, The Movie. Heb ik nog niet gezien. Ben ik wel benieuwd naar. Want ik zie dat wel graag die animation movies. Van, zowel van Marvel of van DC. Ik ga niet zeggen dat ze allemaal goed zijn. Maar die weet ik niet. Dus ga ik een keer moeten kijken. En dan de volgende en de laatste dat ik gekregen heb van mijn schoonzus. Was Ultimate Avengers 2. Hetzelfde heb ik nog niet gezien. Dus daar moet ik ook zeker een keer naar kijken. En dan gaan we nu het pakketje open doen. Ik weet wat dat erin zit. Het heeft al sinds lang geduurd tegen dat ik het had. Komt van... Wacht, ik heb het gelezen. Van Zweden, van Stockholm. Heb ik gekocht via Amazon. De film heb ik leren kennen door...
Movie Matters podcast. Supergoeie podcast, by the way. En dat is de film I Saw the Devil. Iemand van mijn werk, Den Angelo, heeft hem ook gezien en zei tegen mij dat het echt een supergoeie film was. Dus ik kijk er wel naar uit voor hem te zien. Ja. En op de podcast had ze ook gezegd dat het een supergoeie film was. Dus ik kijk er naar uit. Voilà, dus dat waren de films dat ik gekregen heb allemaal. Ik ga nog een keer herhalen. The Age of Adeline, Into the Blue, Power Rangers, Crimson Tide, Ultimate Adventures 1 en 2. En dan van Amazon heb ik I Saw the Devil. Voilà, dat was de video. Ja, ik ben blij dat ik weer ga uploaden. Vorig weekend heb ik dus niet geüpload. Waarom? Omdat ik in de Ardennen zat. Er was daar geen rommelmarkt. Ik heb ook niks gevonden daar van een winkel of zo met films. Dus maakt niet uit. Maar nu van het weekend zijn het weer volle bak rommelmarkten. Ik ga wel nog kijken waar dat is. Ze spreken heel schoon weer. Dus we kunnen 1 of 2 rommelmarkten per dag doen. Dus er gaan weer video's aankomen. Maar ja, kijk, het is wat het is. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Deel de video met al uw vrienden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn, gaat wel zien. Hè. Allee, salutjes. Hè. Salut.